Super, dankjewel Berno voor je analyse. Ik ga even naar Slido, want normaal gesproken als dagvoorzitter, nou dan ga ik vragen stellen, maar we hebben nu een fantastische middel wat veel beter is dan mijn vragen. Twan Tibos vraagt, waar houdt de rol van waterschappen op en begint die van andere gebruikers in het Big Data-landschap? En dan weet ik niet zo goed of jij degene bent die daar antwoord op kan geven? Of moet ik dat bij iemand anders vragen misschien? Ik wil er wel op reageren en misschien is het handig dat iemand anders daarop reageert. Ja. Nou, ik denk dat waterschappen zijn gewend om een redelijk teruggetrokken bestaan te leiden. Als het gaat om de ruimtelijke inrichting van Nederland. En je ziet dat daar wel verandering in aan het komen is. Dat waterschappen zich wat meer bemoeien ook met ruimtelijke inrichting. Ik ben erg voor een emancipatie van waterschappen. En dat waterschappen zich veel meer bemoeien ook met de ruimtelijke inrichting van Nederland. Samen natuurlijk met provincies en gemeenten. En rijk, voor zover dat aan de orde is. En natuurlijk ook samen met de gebruikers, de landbouw en de steden en de natuurliefhebbers. Omdat je ook ziet, dat bepleit ik ook in mijn verhaal, dat die wateropgaven ontzettend veel samenhang hebben met de ruimtelijke. Mooi. Dan, je krijgt in de chat, zie ik wel, zie ik allemaal. Dankjewel, dat wordt geklapt. Zou jij misschien je scherm... Oh ja, schermdelen staat weer uit, heel goed. Arjan ter Harmsel vraagt... Dit vraagt om een landrichting, ruilverkaveling, nieuwe stijl wat mij betreft. Het bijbehorend RO en financiële arrangementen. Kun je daarop reageren, Bernhard? Ja, een landinrichting bedoelt hij waarschijnlijk. Landinrichting, ja. Ja, dank je. Ja. Nee, daarbij hadden we natuurlijk allemaal instrumenten om dit soort dingen te organiseren. En die instrumenten die zijn er veel minder op dit moment. En ik pleit er erg voor om dit soort opgaven op een regionale schaal aan te pakken. Dus op het niveau, zeker als het gaat om beekdalen, op het niveau van een stroomgebied of een deelstroomgebied. En daarbij heb je uiteindelijk ook een instrument nodig. En dat is een van de adviezen ook die wij nu aan het Rijk geven om dat eigenlijk af te stoppen en opnieuw in te stellen. Maar je kunt ook heel ver komen door via een gebiedsgerichte benadering, door samen te werken en met elkaar dingen af te spreken. En ook geld bij elkaar te leggen als overheden. Dat zie je ook in allerlei goede voorbeelden. Maar instrumentarium daarbij zou handig zijn, ben ik mee eens. Mooi. Die vraag hè, van net, van, over de waterschappen, wanneer begint het? Die ga ik straks aan de bestuurders ook stellen. Dirk Siert, Schoonman, die zegt, oh, ik wil wel reageren. Kom ik zo bij weer terug, Dirk Siert. Fijn. Even kijken, ik kijk even weer bij Slido. Iemand anoniem, en mocht jij dat zijn, nou, meld je gerust. Waarom is de klimaatbestendige Beekdal 2 keer zo groot? Ik weet niet, we hebben toch nog dezelfde hoeveelheden grond. Dat komt volgens mij bij Mirja. Ja, dat was een vraag van de vorige, maar ik wilde best ja, wel... Hè? Ja, ik zit er... Ja, het Beekdal wordt niet groter natuurlijk. Nee, nee. Het Beekdal lichter. Wat je wel ziet is dat beken een hele tijd zijn beschouwd eigenlijk als een stroompje. Dus er is alleen maar gekeken naar het waterstroompje met de oevers daarvan. En je ziet dat je daarmee er gewoon niet bent. Hè. Als je die spontwerking wil herstellen, de ecologische samenhang wil herstellen, dan moet je Beekdal breed kijken. Dus het Beekdal wordt niet groter, maar je kijkt wel groter. Mooi. Even kijken, op de Slido, mocht je, even kijken, wat hebben we nog meer? Ik zie hier een vraag, kan er een volgorde worden aangegeven in welke maatregelen het meest wenselijk of effectief zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee, sponswerking herstellen, dat werd net ook al gezegd door de eerste spreker, door Mirja. Dat is ontzettend belangrijk. En water vasthouden. Dat is, nu voor het watersysteem is dat heel belangrijk. Ja. Maar als je kijkt naar de inrichting van steden, de inrichting van dorpen, de verhardingen die daarin zitten. Dat is ook wel, denk ik, de toon van mijn verhaal. Alles hangt met alles samen. En je moet die opgave echt met elkaar verbinden, anders kom je er niet uit. Ja, mooi, mooi. Er komt iemand binnen en die wijst mij op Ruud Pleunen. Terecht noemt Berno diensten van boeren voor de waterkwaliteit. Toch houdt ons bestuur, inclusief boeren, dat erg af. Hoe zie jij, hoe zouden we dat kunnen kantelen? Hoe zie jij dat? En dan zal ik straks ook in die andere discussie ook stellen deze vraag. Ja, als ik het vergeten had. Ik denk dat boeren daar een belangrijke rol in kunnen hebben. En
Ja, daar horen goede vergoedingen bij. Ik snap best dat je als boer niet zoveel zin hebt om heel veel water te bergen als daardoor blijkt dat je gewoon niet goed op je land kunt. Of misschien je oogst wel veel minder wordt. Dus ik denk dat er per geval gekeken moet worden naar, is dit nou werkelijk een reële beperking voor een boer en moet hij daar een vergoeding voor hebben? Of moeten we met z'n allen accepteren dat we met wat hogere grondwaterstanden moeten dealen? En is het iets waar een boer maar aan moet wennen? En dat moet je denk ik per geval echt goed gaan bekijken. Maar ik ben met boeren hier een belangrijke rol in spelen. Mooi, dank. Tot slot. Ik vroeg aan... Ik heb je gewaarschuwd om als onze soort kernboodschap mee te geven. Heb je voor ons in één zin een boodschap die jij mee wil geven vandaag? Bekijk de wateropgave ruimtelijk, integraal en met het oog op de lange termijn. Zie het als een ontwerpopgave en stel kwaliteit voorop. En zorg dat je maximaal rendement krijgt op je euro's. Mooi. Mooi boodschap. Hartelijk dank namens ons allemaal. Ik zou nu vragen om een applaus. Maar hierbij krijg je van mij applaus namens ons allen.